ik ben Marion Wessel van Vecht al Leef TV. Hi Marion. Hi, Brigia. En jij bent? Bert Taalman. Hey, loop eens eventjes mee. Vertel, wij werden gebeld dat hier iets geks aan de hand was. Kan jij uitleggen wat er precies is? Ja, er is iets raars gebeurd vannacht of een man. Ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Kan je mij laten zien? Ja, kan wel. Nou, dan lopen we even mee, want rare situatie hier. We zijn bij de Boslustschool aan de Larakkers. En vanochtend gingen de jongens naar school en trof iets geks aan. Dus we lopen even nu naar het veld. Ja, vertel maar, beschrijf maar, wat zie je? Ja, een rondje met een kruis erdoor. Ja. Zo, kijk, kun je overal zien waar het geweest is. Ja, maar ik zie op zich geen voetstappen. Dus niet slordig van voetstappen of zo. Of wat, ja, nee. Kan ik niet verwijzen wat het is. Het lijkt net meer op poeder of zoiets of zo. Ja, en je ziet ook geen andere voetstappen. Ja, nou ja, ja daar wel. Maar zit er mij niet aan, hè? Want poeder kan soms ook wel een beetje giftig zijn, hè? Ja, dat kan wel, ja. Hebben jullie al enig idee, Bert? Nee, helemaal niet. Als je goed kijkt, kun je overal tekens naar letters zien als je goed kijkt. Als je goed kijkt naar die afdrukken in de gras. Nou, laat zien. Welke letters zie jij hier dan in, Bert? En dat begrijp ik. Geen idee. Daar. Zullen we eens even overleggen met de leraar wat we zo doen? Ja. Kom, loop eens even hierheen. Dan vragen we even wat... Meester. Hoi, Bert. Wat moeten we hier doen? Nee. Nou, Richard had net een goed idee, want wat zei je tegen mij? Nou, Richard, wat stel jij voor? Politie bellen. Ja. Of toevallig, ik heb altijd het nummer van jou voort, maar dat is een wijkagent hier. Dat heb ik in mijn telefoon staan. Dus zal ik hem eens even bellen? Nou, dat lijkt me een goed plan. Ik bedoel, ja. Dat is wel niet zo druk dat hij even tijd heeft om even langs te komen. Want ik vertrouw het ook niet meer. Ik ook niet. Het gaat wel om de veiligheid van de leerlingen natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. En we kunnen niet zomaar zeggen van ga je in de pauze maar weer voetballen hier. Nee, want het hele veld zit erin. Ik ga hem even bellen. Nou, gaat hij over? Ja. Ja, goedemorgen Jan, Gerrit Koning van de Larakkers, Boslust. We hebben hier een vreemd probleem. Op het voetbalveld ligt allemaal vreemd spul en een grote ronde cirkel met een groot wit kruis erdoor. En verder de rondom liggen ook allemaal witte vlekken. En nou, het is van het vecht dat leef zijn ze hier al bij. Die zeggen ook van ja, dan kunnen we niet zomaar laten gaan. Ik denk dat we even de politie moeten bellen. Heeft u wat gezien? Ja, ik heb wel wat gezien, ja, maar niet dat ik denk van nou, het is verdacht of zo, dat niet. Was het 's avonds of 's ochtends? Het was vanmorgen aan vroeg. Oké. Ja, dus maar wie het nou was, ik weet het niet, hè. Waren dat meerdere personen of? Nee, het was één persoon. Die ik vanmorgen heb zien lopen daar zo. Ja, ja. Dus, maar wat er nou, wat het is. Kunt u hem ook beschrijven? Nou, hij had een bril op. En wat stekeltjes haar, dan een spijkerbroek aan en van mij een grijze trui met strepen of zoiets. Dank u wel. Graag gedaan, succes ermee. De politie is gebeld, we hebben buurtbewoners al enige informatie gevraagd. We hebben de locatie gezien en nou ja, politie is je beste vriend, dus die zijn er meteen. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Ik zou eerst zeggen, kom maar even van het veld af. Want, Gevaarlijk hè? No. Ja, nou, gevaarlijk. We gaan eens hier eens even onderzoeken wat hier nou precies aan de hand is. Nou, we hebben er ook niet aangezeten, hè? Nee. Want waarom niet? Omdat het gevaarlijk is. En waar denk je aan dat gevaarlijk is? Nou, oké. Okay. Wij gaan in ieder geval, want dit vind ik wel heel vreemd, dit teken. Wij gaan dit onderzoeken en dat houdt automatisch in dat we ook dit veld af gaan zetten. Want er moet een onderzoek komen. Wat wij straks ook gaan even doen, dus jullie gegevens even noteren, man. Want ik moet wel weten wie we gesproken hebben natuurlijk, hè, ja. En van wie is dit veld? Weten jullie dat? Weet de leraar dat? Van de gemeente. Oh, dit is van de gemeente? Het is van de gemeente. Heeft in feite niet zoveel met jullie school te maken, ja, of wel? Wel? Ja, zeker. Elke pauze. Elke pauze. S'morgens 20 minuten en tussen de middag 25 minuten. Wel 20 jongens. Ik ben
Is die nou goed of is het echt? Ik ken Sportman, maar dat wil ik niet zeggen. Ja, ik ken hem ook wel. Ja, in de gloria, in de gloria. Even de piep! Hoera! Even de piep! Hoera! En meneer Voortman, wat is uw conclusie nu al op dit moment? Nou, ik kan nog geen conclusie trekken natuurlijk. We hebben nu het gebied afgezet. En we gaan in de loop van de morgen gaan we dit met de technische recherche uitzoeken. En hoe lang duurt dat meestal, zo'n onderzoek? Het kan nog wel enkele dagen duren. Dit. Enkele dagen? Ja, toch wel hoor. Ja, ja. Dus ik ga nu nog verder even onderzoek doen hier op school. En degenen die dit aangetroffen hebben, die moeten even gehoord worden. En ook de personen die hier gelopen hebben, ja, die hebben spoor achtergelaten. Dus dan moeten we even verifiëren wie daar heeft gelopen. Duidelijk. Dat gaan we doen. Dus we gaan verder met onderzoek. Ja? Nou, als u het nieuws heeft, dan horen wij dat als nieuwszender natuurlijk heel graag. Ja, natuurlijk. Als wij nieuws hebben, komen we daar direct mee naar buiten, ook naar jullie toe. En dan maken we duidelijk hoe de situatie ervoor staat. Ja? Oké, nou, dit was Vechtdal Leef TV met deze spannende aflevering met enorm rare raadsels. Maar Jan Voortman was ter zake kundig met meneer Van der Heijden, zijn mede-collega. En we horen zo snel mogelijk wat hier nou eigenlijk allemaal gaande was. Dank u voor het kijken, Vechtdal Leef TV, om een goede morgen.